En, maar ik denk inderdaad wel dat het virtueel gaat worden, want dat kun je thuis doen. Alleen, mensen met wie jij iets deelt, of het nou de geschiedenis van Hengelo is, of yes, of whatever, van mijn verhaal, of leren voor school, of dat soort zaken, dat kun je hier doen. Dat kun je hier doen. Ja. Maar gaat het dan om informatievoorziening of om het samen met elkaar ergens zijn? De combinatie. De combinatie.